Hallo, welkom in mijn huis. Ik woon in Amsterdam Zuidoost en mijn huis is onderdeel van de Spinoza Campus. Ik ga jullie nu een tour geven door mijn huis. We beginnen bij een van mijn favoriete plekken, de keuken. En ik vind het heel fijn om hier gewoon lekker te koken 's avonds. 'S Ochtends begin ik hier met een kopje koffie. En heel belangrijk, mijn mokkencollectie staat hier ook. En mijn favoriete mok, die staat vooraan. Dat is deze foute mok met een soort vliegende kitten. En dan hebben we hiernaast de badkamer, een douche, een wasbak, een toilet. Als ik hier kook, ben ik een echte Hollander, want ik ben gek op aardappels. Dus heel veel aardappelvlees, groenten. Maar knorwereldgerechten gaan er altijd goed in en pizza's ook. Ja, jullie komen wel op een slecht moment, want ik moet nog boodschappen doen. Ik neem jullie nu mee verder naar de woonkamer. Hier hebben we mijn favoriete meubel van mijn studentenkamer staan, namelijk mijn bank Hilly. Ik ben heel trots op mijn bank, want in mijn vorige studentenkamer had ik daar geen plek voor. Dus ik ben heel blij dat ik er hier wel plek voor heb. Aan de andere kant hebben we mijn tv-hoekje. En die tv die is toch van mijn oma geweest. Dus ik ben heel blij dat zij er nog één had staan. En daarvoor staat Nelly, mijn nijlpaard. Heel schattig en ze flirt gewoon de hele boel op. Dus hier zit ik 's avonds gewoon lekker te chillen en tv te kijken. Een typisch ding van mij is dat ik ongeveer alles in mijn huis namen geef. Zo ook mijn planten. Dus hiernaast hebben we Suzanne. En Suzanne is echt een strijder, want ze heeft al 3 lockdowns overleefd en 2 verhuizingen. Dus ik ben heel trots op haar. Dit is dus ook de bekende boekenkast Billy. Ik heb een hele grote passie voor lezen. Altijd al gehad. Ik vind het fantastisch hoe je helemaal kan verdwijnen in een verhaal, maar ook een ander beter kan begrijpen door een verhaal. Ik wil later zelf ook heel graag het boekenvak in. Het lijkt me geweldig om redacteur of uitgever te worden. Maar voor nu hou ik ook heel veel plezier eruit om het gewoon te lezen en in een andere wereld te verdwijnen. Dit ben ik met mijn beste vriendin Emma. En dit was toen we in ons afstudeerjaar van het mbo samen naar Mallorca zijn geweest met onze vriendinnengroep. Dus ik heb heel veel fijne herinneringen bij deze foto. Dit is mijn bed. Een heerlijk 2-persoonsbed, helemaal voor mezelf alleen. Ik vind mijn huur een beetje aan de hoge kant. Zeker omdat mijn huisbaas bijvoorbeeld niet super goed bereikbaar is. Maar ja, ik snap ook met de energiecrisis die er nu is, dat ze de prijzen ook omhoog moesten doen. Dus ik heb er wel begrip voor, maar nog steeds is het wel elke maand een pijnlijk momentje om het van je rekening afgeschreven te zien worden. Toen ik hier kwam bezichtigen, vroeg ik ook aan de vorige bewoner van, goh, is het een beetje een gezellige gemeenschap waar je in terecht komt? Is er een beetje contact met de buren? En hij gaf er aan van, het is wel heel erg ieder voor zich. Ik mis het af en toe wel om met huisgenoten te wonen. Omdat je toch met huisgenoten wel een beetje leven om je heen hebt. Altijd iemand om mee te kletsen. En ook om samen dingen mee te doen. Dus wat dat betreft voel ik me af en toe soms wel alleen en afgezonderd hier. Maar ik vind het ook heel fijn om met niemand rekening te hoeven houden. Gewoon helemaal mijn eigen plek te hebben. Dus wat dat betreft voelt het ook wel goed hier.